Hi, ik ben Roos en dit is Klappen. Hier gaan we testen of producten wel doen wat zij beloven. Want klopt er wel? Wanneer dan? En heute taak testen wij de testicoozy. En wat belooft hij te kunnen? Duik van je jongens in deze fijne testicle hot tub, zou je zeker? Absoluut man. Gaan opbrengen en je mannelijkheid kan meren. Maar klopt er wel? Of niet dan? Nou, een mooi ding. Alleen, ik heb geen ballen. Dus vandaag komt Balf mij helpen. Hey! Hey! Hier. Oh, maar Roos, waarom zou ik dit testen? Allow me to explain. Scientific studies show that the magnificent bubbly sensation you feel when dunking your bad boys into a testy koozie unlocks a powerful brain frequency that otherwise is unachievable to man. It's unachievable to man. Nou, Balfie, ik wens jou heel veel plezier. Oké. Zo. Ja. Goed, ik heb hem hier, de testicoozy. En ik giet hier wat lauw warm water in. En wat er zometeen gaat gebeuren, is dat ik mijn walnootjes hierin ga dippen. En hier overheen komt dan mijn pik. Ja, dus bal, penis. Bal, penis. Goed, dan gaan we hem erin doen. Oeh, ah. Oeh, dat is heel heet. Dat is heel heet. Oeh, oeh, oeh. Oeh, ik moet even acclimatiseren. Oeh. Oké, het begint een beetje te bubbelen. Zet ik hem iets harder. Nu gaat hij helemaal los. Holy fuck. Eigenlijk alsof iemand met een rietje aan de onderkant van je ballen zit te blazen. Ja? Perfect. En dan kan ik even beginnen met ontspannen. Bubbles. Bubbles and vibes. Bubbles. Vibes. Yeah, bubbles. Vibes. Oh yeah, bubbles. Vibes. Vibes. Bubbles flowing off the walls. I got a brand new hot tub for my balls. Yeah, it's hella cool. Or maybe it's hot. It's better than your mom. That's what I got. Kijk eens. Een schattig bruisballetje in de vorm van een voet. Loop. Oeh. Dit kietelt wel. Get it in black or get it in red. Soak your nuts before you go to bed. Oh, but wait, there's something more. It don't just bubble, it vibes for sure. Bubbles, yeah. Bubbles, vibes. Conclusie! Florian! Dat deze ballenbak je mannelijkheid kalmeert en je genot brengt. Ja, klopt best. Ha, dat is top. Oké, hoi hoi. En hier nog wat super vette feitjes, zodat je deze video niet dommer verlaat dan dat je erin ging. Een zaadcel zwemt even snel als een auto rijdt in de bebouwde kom. Je ballen zijn 5 graden koeler dan de rest van je lichaam. Een strakke onderbroek kan zorgen voor minder en slechter sperma. Oké, bedankt voor het kijken. Hoi hoi!